Jorin de Wee gaat voor 40 jaar achter de tralies voor betrokkenheid in de spraakmakende zaak, waarbij in 2021 aan de Noordpolderdam verkoolde lijken zijn aangetroffen in een Ford Ranger. Maandag zijn de drie verdachten in deze zaak veroordeeld, waaronder voornoemde Jorin de Wee, Roel G. en Elden S. Ze kregen elk 9 jaar opgelegd. Persrechter Ingrid Lakicharan gaat in op de bevindingen van de magistraat in de zaak. Het onderzoek heeft ongeveer iets minder dan 2 jaar geduurd. Dat is het onderzoek ter terechtzitting. En dat komt vanwege de complexiteit van de zaak. U heeft de zaak bijgewoond. U weet dat het geen eenvoudige zaak was. Er zijn verschillende getuigen gehoord, waaronder politieambtenaren en ook de patholoog anatoom is gehoord. De verdachten zijn allemaal gehoord. Camerabeelden zijn nagekeken. Dat zijn allemaal dingen die dus ter terechtzitting zijn gebeurd. En de verdachte EW die is aangehouden op 25 maart 2022. De verdachten Martin W., de broer van Jorin de W. en Raoul S. zijn nog voortvluchtig. De zaak zou draaien om een vergeldingsactie in de drugswereld. De rechter zegt, verdachte heeft op verzoek van haar broer het slachtoffer Rojitas en zijn voertuig aangewezen aan de overige verdachte. Verder heeft de rechter aangegeven dat deze verdachte zelf ook betrokken was bij de ontvoering. Ze heeft gewoon actief meegedaan. En hoe heeft ze dat gedaan? Ze zat in een van de volgvoertuigen die deze slachtoffers achtervolgde. En ze heeft de ontvoering begeleid totdat ze aan de woning kwam aan de Edmundstraat. En daar heeft ze die woning op verzoek van haar broer moeten opendoen. Ze was verder ook aanwezig in de woning toen de slachtoffers waren gekneveld en het slachtoffer Rojitas werd doodgeschoten. En verder zegt de rechter, alle drie slachtoffers hadden een zwarte vuilniszak op hun hoofd en gebonden met tape. Ze waren ook aan voeten en handen gekneveld. Op 18 juli 2021 zijn de verkoolde lijken van Rojitas S., Cedric T. en Sean S. gevonden. Met onder andere camerabeelden, DNA-materiaal van de verdachten, telefoonlocaties, verrassende ontdekkingen tijdens het onderzoek, getuigenverklaringen en bekentenissen van de verdachten zelf, is een beeld gevormd van de drama's die zich hebben afgespeeld en zijn strafbare feiten bewezen geacht.